Davy Defoe, jouw afbeelding prijkt op de bus van SCV. Stoere kapitein, fiere kapitein ook. Fiere kapitein ook na een geweldig seizoen, na een vermoeiend seizoen. Ja, ik denk beide. Ik denk vooral aan het einde toe dat het vermoeiend was. Inderdaad, heel veel wedstrijden voetbal dit seizoen. Als ik niet verkeerd heb, 57 wedstrijden. Dat mag toch best aan tellen, maar anderzijds ook heel fier op weten dat we zoveel wedstrijden mogen voelen hebben. Dat wil zeggen dat je het heel goed gedaan hebt, dat je Europees toch best iets bereikt hebt. In de beker ook heel veel geraakt. Telkens net niet, dat was wel heel pijnlijk. Maar wel blij ook dat Oostende gisteren gewonnen heeft en dat we zo eigenlijk zeker zijn van Europees voetbal. En ik denk ook dat we dat met z'n allen verdienden. Ik denk dat daar niemand zal over klagen. En ik denk dat het toch ergens een mooie afsluiter is van dit seizoen. Is er al een kaartje onderweg naar KV Oostende? Wow, gisteren zijn er al Twitterberichten verstuurd, dus ik denk dat ze er ook wel heel blij mee zijn. Dus het moet meegaan met een tijd. Dus. En nu, de riem er even af? Ja, inderdaad. Vanaf morgen eigenlijk ben ik op vakantie, of vanaf nu eigenlijk. En oké, 15 juni worden we terugverwacht. En ik denk dat iedereen de vakantie verdient en ook wel misschien ergens nodig had. Dat mag ook wel gezegd worden. En, Oké, dat ze er allemaal dun en dik van genieten. Ik doe een gokje, jij gaat veel golfen. Het zal eerst een beetje rust worden en dan zal er inderdaad wel ergens een keer, als het mooi weer is, hoofdpartijen zitten. En, ik zal proberen wat jongens mee te pakken, ze blijven toch in de voetbalsfeer. Dus dat zal er zeker en vast gebeuren. Dubbel en dik verdiend. Bedankt, captain.